dat straks in de armen van Dennis Drenthe hier een glorieuze winnaar daalt neer van de Rabobank Gouden Bel, Joey van Rij. Maar nu. Drie man. Gert-Jan Bosmans en dan krijgen natuurlijk daar is het Bosman. Het is Gert-Jan Bosman, het is Elmar Reinders 3. En hier uitstekend Stefan Pausma. Top gereden. Hey. Joey van Rij, van harte gefeliciteerd. Wat bezielt een mens om 8 ronden van tevoren helemaal alleen op avontuur te gaan? Ja, klopt. Waarom doe je dat? Nou ja, 2 Pella's in de kapgroep. We moesten natuurlijk naar ons deze wedstrijd. Nou ja, Gert-Jan woont hier en waren, zoals gezegd, ik won in Ijverdal, hij wint in Emmen. Maar op een gegeven moment, Gert-Jan gaat, Elmar rijdt dicht. Ik ga, Elmar rijdt dicht. Gert-Jan gaat weer, Elmar rijdt dicht. En op een gegeven moment, Gert-Jan zegt nu, dus ik ga weer. Toen reed hij niet meer dicht. Toen kwam je in de moeilijkheden, ja, en toen hebben we Miss Drenthe naar voren gehaald, hè? Ja, klopt, ik vond het geweldig. En toen was het jong! Zie maar jongens, ik heb het wel verteld, ongelooflijk. Wat een mooie overwinning. Ja, super. En is het mooi dat Bosman alsnog 2 wordt? Ja, geweldig. Was de bedoeling, hè? Was de bedoeling. En de man die alles dichtreed, ja logisch natuurlijk, ook in zijn eigen publiek, Elmar Reinders wordt 3. Ja, netjes toch. Helemaal goed. Mag ik ook Gert-Jan Bosman, Elmar Reinders deze kant op hebben? U zat, zeg maar, zoals dat heet in wielertermen, gevangen. Ja, eigenlijk wel, ja. Bosman gaat, Van Rij gaat, Bosman gaat, Van Rij gaat, Reinders rijdt alles dicht. Wel gemoeten, ja. Top op is. Ja. Nou, dan denk ik dat je hier op het podium, ja, dan is het hoogst haalbaar, hè? Ja, denk ik wel, ja. En dan smokken met Miss Drenthe. Ja. Wat dag. Helemaal goed. Dan gaan we naar Gert-Jan Bosman. Wat blijf je nou? Ja, allemaal fans natuurlijk. Allemaal fans. Nou, zet de helm af. Dan gaan we direct huldigen, mannen. We gaan huldigen met Miss Drenthe. Gaan we dames en heren een nieuw applaus doen op de 3e plaats, de man uit Emmen, Elmar Reinders. Nou, daar komt hij, Elmar. Ga er maar goed voor staan, want hier komt Miss Drenthe. Ja, kijk hem lachen, jongens. Oh, hij geniet ervan. Helemaal geweldig, dames en heren. En dan natuurlijk ook de hand namens de Stichting Rabobank Gouden Bel, meneer Albert Schepper. Hij geeft hem de hand. Dan gaan we dames en heren naar de 2e stek. Lang gewacht, maar toch gekomen. U op plaats van de man uit Emmen, Gert-Jan Bosman! Hoor, oh, dat gooi ik. Ja, die Bosman kan straks niet meer normaal de stad in hier, hè? Kijk eens aan. Hier, Miss Drenthe, hoppakee. Goed, dan wil ik even met Miss Drenthe wat overleggen. Ik vind, Joey van Rij heeft gewonnen. Je hebt gehoord het verhaal, hè? 22 seconden, na het zien van jou ging het nog 40 seconden. Ik zou zeggen 6 kussen. Oké, gaan we doen. Joey van Rij wint hier bij de junioren, dames en heren. Bij de Rabobank Gouden Bel. En die krijgt 6 smokken. Daar gaan we. Hoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machtig, prachtig. En natuurlijk meneer Albert Schepper die hem de bokaal overhandigen gaat. De winnaar van de Rabobank Gouden Bel bij de junioren. En dan zetten we de rondemis ertussen in. Ja, helemaal goed. Ja, dat staat mooi. Nou, die Bosman was ook te laat, dus die mag niet bij de rondemis staan. Ja, dat is het chill. Goed, dames en heren, geef u applaus. Elmar Reinders, natuurlijk Gert-Jan Bosman en Joey van Rij. Dat is het podium van de junioren. Dankjewel.